Hey, dag lieve waterman. Welkom bij de algemene tarot coaching voor sterrenbeelden. Als jij nieuw bent op mijn kanaal, raad ik je aan om even de introductievideo te kijken. Daarin vertel ik wat jij van dit soort readingen kunt verwachten. Maar daarin vertel ik je ook wat jij kunt verwachten als je voor een persoonlijke reading of coaching traject kiest. Onderaan deze video staat de link naar die introductievideo. Oké. Algemene reading. Het kan niet voor elke waterman een boodschap bevatten. Dus maak het niet passend voor jezelf. Zeker niet als het heel gunstig is. En kijk, je moet altijd luisteren naar je innerlijke waarheid. Oké. Nou, waterman, dan gaan we voor jou. De leidraad voor deze reading. Ja, oké. Die houden we nog mooi eventjes op de kop. Dan gaan we de kaarten uitspreiden. En dan wil ik eigenlijk voor deze maand sowieso beginnen met... Kijk, waar de meeste mensen mee worstelen is oud zeer uit het verleden, oude pijn uit het verleden, waardoor we ook bang worden om echt lief te hebben. Liefdesbang, zoals Hannah Kuppen dat zo mooi noemt, met de titel van haar boek. Dus ik ga ook voor alle sterrenbeelden op het laatst een liefdesbangkaart trekken. Maar ook de kaart om mee te beginnen over zelfliefde. Want daar gaat het om. Het begint allemaal bij zelfliefde. En hoe meer je jezelf haat, des te minder kun je lief hebben. Oké, deze valt met de tekst naar voren, dus die neem ik. Doe vandaag iets waar je toekomstig ik dankbaar voor zal zijn. En dat zou maar zoiets kunnen zijn wat jij uitstelt. Doe iets waar jouw toekomstige zelf dankbaar voor zal zijn. En dat zijn vaak, zeg maar, de keuzes buiten je comfortzone. Daar gaan we. De situatie. Wat dwars ligt. Bewustzijn zicht op heeft. Onbewust is. Recente verleden. Advies krijgt nabij je toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. Oké. Voor de waterman. Leidraad. Wedergeboorte. Fase van de kameel, fase van de leeuw en fase weer van het spelende, onschuldige kind. Dat is vaak het traject wat we doorlopen. Nee, ik doe het even over, want ik voelde dat dat niet goed ging. En ik luister dan naar mijn intuïtieve ingeving. Ja. Kijk, die wou er mooi uit. 1. Oeps. 2. Ja, die wou ook. Oké. Goed. Eentje nog uit de surrender. Het zijn allemaal korte boodschappen deze. Of ja, deze nog iets langer, maar... Oeps. Oké. Nou. Daar gaan we, waterman. Ja, de wedergeboorte. Je ziet hier een kameel. En je ziet hier een leeuw. En dit is weer het spelende kind. Is op een dwarsfluit aan het fluiten. Als je in de fase van de kameel zit, dan zit je nog eigenlijk in een fase dat je nog vooral leeft naar wat je allemaal geleerd hebt. En
naar overtuigingen, verwachtingen van anderen. Ook dus overtuigingen van het massabewustzijn. En vaak ga je dan helemaal langs jezelf heen en dan raak je uitgeput. En dat zegt eigenlijk die leeuw. Die kameel. Die kameel, hè, je ziet het eigenlijk ook wel. Ik vind het echt een heel mooie symboliek. Want kijk, je ziet het van die kameel. Als die op moet staan, dan gaat het wel zo. En dat schokt door het leven. Weet je wel zo. Dus het heeft vaak te maken met zelfverloochening, met zelfmisleiding. En ja, wat ik al zei, hè, je krachten uit handen geven. Je krachten, vitaliteit uit handen geven. Om maar aan de verwachtingen van anderen te kunnen voldoen. Nou, op een gegeven moment gaat het de tol eisen, raak je uitgeput, moe, burn-outs. En moet er eigenlijk een wedergeboorte plaatsvinden? Nou, hoe vindt er dan een wedergeboorte plaats? Is omdat alles wat je onderdrukt hebt, want deze houding heeft alles te maken met oude pijn uit het verleden. En oude overtuigingen uit het verleden, wat van je verwacht wordt. Door zowel partners, familie, maar ook het massa, het bewustzijn van de massa. En alles wat je onderdrukt hebt, dat moet eruit geschreeuwd worden. Bulderen van de leeuw. Ja. Duid ik ook altijd aan als innerlijk kindwerk. Want met innerlijk kindwerk, vroeger in de jeugd zijn bepaalde psychologische wonden ook al ontstaan. En we gaan die emoties onderdrukken, raken we ook uitgeput van. Want dat hebben we ook van het massabewustzijn geleerd. Hè? Met gevoelen, met uiten van gevoelens trek je geen volle zaal. Dus het wordt allemaal onderdrukt. Fase uitschreeuwen van de leeuw. En dan kom je weer, als je het pijn van het innerlijke kind verwerkt, kom je weer bij het spelende kind uit. En dan wordt je leven weer vreugdevol, speels, blij. Oké, ontvankelijk zijn. Oh, kijk. Dit is stijf, star, streng, moralistisch. Maar de sluier van illusie begint bij jou te wijken, lieve waterman. Aan het verleden hangen. Je hangt aan het verleden en dat is ook vaak de reden als dat je uitgeput raakt. Het is ontzettend belangrijk dat je een hogere visie gaat krijgen. Een goddelijke visie. Kijk, en niet de visie van moraalridders, om het zo maar eens te noemen. Dit is een soort van nonnenfiguur. Hè? Dat is allemaal symboliek. Hè? Dus het hoeft niet zo te zijn dat je met hele strenge religieuze opvoeding of mensen te maken hebt gehad. Maar wel in ieder geval mensen die strak leven naar waarden, normen, dogma's, regeltjes. Dat is allemaal wat je ooit hebt geleerd. Hè? Massabewustzijn. Stijf, streng, kan er geen enkele speelsheid meer in toelaten. Zie je dat? Het is een zuurpruim geworden. Nou, de handjes zedig gevouwen, hè? Dus je moet aan voorwaarden voldoen, je moet aan verwachtingen voldoen, anders word je veroordeeld. Deze energie veroordeelt als je niet aan het moraal, hè, aan de normen en waarden voldoet. Nou, goddelijke visie is heel anders. De goddelijke visie is juist niet stijf en streng. De goddelijke visie heeft zoiets, leef je ervaringen, leer ervan. En maak dan andere keuzes. Als jij erachter komt dat jij met jouw ervaringen of keuzes uitgeput raakt, gaat lijden, wat dan ook. Nou, dan brengt het je een les en dan kun je ervan leren en kun je andere keuzes maken. Dat is zonder dat je veroordeeld wordt. Want we zijn hier allemaal op aarde om te leren. Deze zijn bijvoorbeeld ook als het heel religieus is van nou, je moet volgens de 10 geboden leven, maak je andere keuzes om ervaringen op te doen. Ja, dan bewust of onbewust, dan wordt het veroordeeld. Jij bent wat ontvankelijker geworden, lieve waterman, voor een wat hogere visie. Deze ligt bij jou. Dit is de vrouwelijke energie, overgave, uit het hoofd. Hè, want de hogere visie, daar moet je voor uit je hoofd. Want dan moet je voorbij alle kennis, alle overtuigingen, wat erin is gestopt bij je. Vanaf kind al. En je krijgt pas een hogere visie als je ontvankelijker wordt. Hè? Uit je hoofd. Overgave. En dan, plop,
krijg je zomaar intuïtieve ingevingen. Nou, dat is heel erg mooi. Jij bent al wat ontvankelijker geworden. En je bent je sterk bewust dat je toch wel veel te maken hebt in je leven met veel veroordeling. Stijf, star, streng. Moralistisch. Wat deugdzaam is, wat niet deugdzaam is. Wat zondig is, wat niet zondig is. En die illusie die dat brengt, hè, ook het ego wat zich dan daartegen gaat beschermen, tegen veroordeling, die krijgt een afweermechanisme, een verdedigingsstrategie. En dan uiteindelijk ga je ook in een soort van mist leven. Fog, mist, fear, obligation, guilt. Dat is typisch deze energie. Ze praten je angst aan, verplichtingen. En als je niet aan de verplichtingen voldoet, dan ben je schuldig. Dan ben je de eeuwige zondaar. Snap je? Nou, en als je als kind daarin opgroeit, in zo'n energie, hè, aan het verleden, dan ga je jezelf ook niet meer authentiek tonen. Niet meer precies zoals jij bent. Dat is logisch, want anders word je veroordeeld. Hè? Want kijk, jouw het kind is, die is het avontuur en dingen ontdekken en juist niet stijf en streng. Maar ja, dat wordt je wel bijgebracht. Dus op een gegeven moment ga je anders zijn. Dus dan begint al de zelfverloochening. Dan begint het aflopen, het weglopen van je ware zelf. Het is allemaal onbewust om te overleven. Want als je deze bijvoorbeeld als moeder of vader hebt gehad, ja, anders overleef je niet. Hè? Dus, en nu eigenlijk is de conclusie dat je nog steeds aan dat verleden hangt. En dat projecteer je dan ook in je relaties. En dan moet je echt de sluier van illusie moet wegtrekken om dat te kunnen zien. Om er daar een hogere visie over te kunnen krijgen. En kijk, want dat komt ook het onschuldige Boeddha-kindje weer tevoorschijn. Zie je dat? De Maya-illusie, de afweerstrategieën, al je verdedigingsmechanismen om maar niet veroordeeld te worden, om maar niet gekwetst te worden, om maar niet afgewezen te worden. Die is aan het wegtrekken, dus je wordt bewuster. Bewustzijn heet deze kaart ook. De mist trekt weg. Langzaamaan. Maar als zo'n kindje tevoorschijn komt, is er vaak ook nog, je kunt wel alleen bewust zijn, dat is dan heel end, want dat moet eerst gebeuren, anders snap je het niet. Maar dan kom je wel ook met dat je graag weer het speelse kind wil zijn. Het blije kind. Niet belast met stijve, strenge normen en waarden en moralistische regeltjes waar je aan moet voldoen. En dat je jezelf dus ook tegenhoudt. Ja. En dan komt ook het innerlijk kindwerk tevoorschijn. Dat ligt nog onbewust. Het zou mooi zijn als je dat ook gaat beseffen. Dat je, als je dit hebt meegemaakt en je bent nog steeds eigenlijk jezelf aan het verstoppen achter de doos van het verleden, dan projecteer je dat ook in je relaties. En als we ergens karma meemaken, hè, en karma is dus niet, de hogere visie van karma is dus niet dat je straf krijgt, maar karma is gewoon dat je een ervaring krijgt van je keuzes. En als dat keuzes zijn die niet in lijn liggen met het goddelijke bewustzijn of de visie, ja, dan schep je lijden. En dat lijden heeft dan weer als doel dat je niet jezelf gaat straffen of veroordelen, maar dat je dat de sluier weggaat. Denk je, oh ja, ik heb dat soort keuzes gemaakt en dit is dan het gevolg. Hé, dus ik moet andere keuzes gaan maken. Dat. Nou. Want, en karma is niks anders dan al wat jij een ander doet, bij een ander doet, komt gewoon ook bij jou terug. Snap je? Dus dan krijg je ook zo'n, als jij de ander afwijst of veroordeelt, hè, want dit kan ook een beetje in jezelf nu zitten, dat is logisch, want als je daarmee opgevoed bent, dan kun je jezelf erop betrappen dat je denkt, oh mijn god, ik zie het ook in mezelf. Nou, dat is, en dan kun je ook anderen veroordelen door middel van stijf en streng te zijn of vinden dat de ander aan jouw verwachtingen moet voldoen of aan jouw normen moet voldoen. Nou, en dan krijg je gedonder in relaties. Deze ligt dwars op de projectie en dat wil dan zeggen dat je daardoor, omdat je nog projecteert,
beide kanten, hè? En de ander ook, dat er ook nog veroordeling zit, kun je niet echt ontspannen in de rivier van leven zijn. Want uit angst om veroordeeld te worden, of uit angst voor conflicten, of uit hebben. Kijk, dan zit je nog achter die doos. En deze is juist van, kom op, begeef je in de rivier. En de rivier brengt jou naar levenservaringen om steeds weer een hogere, nieuwe visie te krijgen. Moet je wel openstaan, ontvankelijk. Nou, dat ben je, want die ligt in het recente verleden. Oké, want met betrekking tot invloed van anderen, ja, zit je heel erg in een loslatingsproces. En je gaat steeds meer het onbekende in. Dit is allemaal bekend, hè? Regeltjes, normen, waarden waar je aan moet voldoen. Nou, daar raak je uitgeput van, want het is niet van jou. Het is niet op basis van je innerlijke goddelijke wijsheid. Daarmee is je onschuld ook aangetast, dat ligt hier. Je bent een wijze ziel, maar door dit soort strakke moraal is je onschuld aangetast, de onschuld van het kind. En ga je daar naar leven en leef je niet je ware potentieel. Dus, met betrekking tot invloed van anderen, moet je de invloed wat anderen op jou hebben gehad, moet je los gaan laten. Loslaten heet deze kaart. En zodat je weer in het onbekende durft te zijn. Zoals het kind dat ook durft om te leren. Het avontuur van het leven tegemoet. In die rivier. Zonder dat je jezelf terughoudt, vasthoudt. Oké? Okay? En om dat te kunnen realiseren is het voor jou nu belangrijk, dat is het advieskaart naar bij je toekomst, om het langzaamaan te gaan doen. Je hoeft nergens heen, zegt deze kaart. Het is, je moet het ook niet meer buiten jezelf gaan zoeken. Maar ontvankelijk zijn voor intuïtieve ingevingen. Voorbij het moralistische geneuzel wat je allemaal hebt geleerd. Helemaal openstaan voor een hogere visie. En dan zul jij geleid worden naar hoe jij weer je verleden los kunt laten. En dat wat anderen aan invloed hebben gehad. En dan kun jij iets gaan doen waar jouw toekomstige ik dankbaar voor zal zijn. En dat is dit los gaan laten en de pijn daarvan gaan helen. Naar binnen keren en in ieder geval rustig aan gaan doen. Kijk, langzaamaan gaan doen. To rest and sleep. Je bent waarschijnlijk uitgeput. Veel drama in je leven gehad. Of nog, want dit veroorzaakt ook veel drama. Omdat je voelt dat het niet klopt. Je wordt veroordeeld. Geeft heel veel emotionele overweldigende situaties. Vooral ook in projecties in relatie. Dus het advies is eigenlijk langzaamaan gaan doen. Drama moet losgelaten worden. Dus heel veel kennis krijgen van het projectiemechanisme. En het innerlijk kind gaan helen. Want dan kun je ook neutraal blijven in relaties. Want het kan maar zo zijn. Dit is een kaart die zegt van weiger om in andermans affaires en drama's te jumpen. Ja, want dat doen deze ook met bemoeizucht eigenlijk. En doe dat niet, blijf neutraal. En ook in relaties, blijf neutraal. I will trust others to work out their own problems. Deze wil zich ook vaak bemoeien met anderen. Dus het is lastig, Waterman, om dat bij jezelf ook te gaan zien. Maar het is de enige manier zelfreflectie om ook om die wedergeboorte te krijgen. Dat is en innerlijk kindwerk, maar ook schaduwwerk. En dat is om je eigen schaduw onder ogen te zien. Nou, vertrouw erop dat anderen hun eigen problemen moeten uitwerken. En dat ook gaan doen. En misschien niet op jouw tijd, maar dat is ook niet aan jou. En inclusief de ideeën en de gevoelens die zij willen communiceren naar elkaar. Dus waarschijnlijk bemoei je je met ook andere relaties. En dan krijg je ook een hoop drama van de frustratie loslaten. Want dat opent geen deuren. De sleutel om een dilemma op te lossen. En is om te ademen. In je centrum te komen. En de situatie met kalmte te benaderen. En niet met drama. Of met emotionele overweldigende gevoelens eigenlijk. Hè? Want als je regelmatig in drama vervalt, dan kun je donder op zeggen dat er nog wat innerlijk kindwerk te doen valt. En dat wordt dan aangeraden bij deze. En ik kan je daarbij helpen. En als jij voelt dat ik degene ben die jou daarbij kan helpen, dan ben jij van harte welkom. Ik ga de laatste kaart trekken
van liefdesbang. Want met dit soort energie en projecties ben je ook, heb je waarschijnlijk ook angst voor echt kwetsbaar zijn en liefde hebben. Als jij de neiging hebt je vast te klampen of te achtervolgen, stop met deze beweging en voel aan welk onvervuld verlangen dit raakt. Laat de pijn van dit onvervulde verlangen toe vanuit het contact met je lijf. Als je de neiging hebt om je te onthechten en weg te lopen, stop met deze beweging en voel de diepere laag in jezelf waar je van weg wil. Laat dit gevoel toe. In het toelaten van de onderliggende laag lost de trekkracht van de dynamiek op en ontstaat er een vrijere keuze. Je hebt je dan dieper geworteld in jezelf. Nou, en dat is precies wat innerlijk kindwerk ook doet. De diepere beweging naar wat er in jou afspeelt aan emoties. En ik kan je precies leren hoe jij correct innerlijk kindwerk kunt doen. Waardoor je ook het projectiemechanisme zichtbaar krijgt voor jezelf. Dat was het, lieve Waterman. Je bent welkom om een afspraak met mij te maken. En zo niet, is dat ook prima. En wens ik jou een fantastische maand. Jullie alweer en tot de volgende maand. Bye bye.